zo ben ik dus vandaag te herkennen, want het is voor jullie natuurlijk nu al zondag, voor mij is het nog zaterdag. Zo ben ik dus te herkennen in dit shirt, wel andere broek, maar dit shirt in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hoi, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Melina. Zit er nog chocola in mijn mond? Nee. Ik ben Melina, ik ben 12 jaar oud. En ik ben blind. En zoals jullie al horen, heb ik net chocola gegeten. Lekker toch? Maar ik zit hier en het is dus very vervelend, terwijl het vandaag was horse-event afgelast en ik ga gelukkig morgen. En het was nog niet zeker of dat morgen wel door kon gaan, dus heel mijn dag was er door verpest. Maar om 2:15 kregen we te horen dat het wel doorging morgen. En vandaag was het dus helemaal uitverkocht, dus zaterdag was helemaal uitverkocht volgens mij. Dus ik vind het heel jammer voor de mensen die zaterdag niet konden. Nou, we beginnen even met, ik ben net naar Rocksport geweest in Rotterdam. En is dat nou een beetje ver weg voor jou, dan heeft hij ook een website. En hij is nu in de uitverkoop, want hij gaat sluiten binnenkort, stoppen. En helaas. Maar hij is nu in de uitverkoop, dus niks is duur. Het is allemaal heel goedkoop, dus ook op de website. Als je te ver weg woont van Rotterdam, ga dan lekker bestellen. En je moet er ook heel snel bij zijn. Ze hebben zeg maar schoenen, ze hebben echt alles qua trainingspakken. Ze hebben gewoon echt alles. Nou, hij drukt zelf ook t-shirts, dus ik heb mijn eigen t-shirts laten drukken. Kijk, deze is nieuw. En dan hier zo YouTube dingen. Blind heb je in free. Dat is een nieuw t-shirt. En dan heb ik hier nog een nieuwe. Dat is deze. Eén van die twee doe ik morgen aan. Ik weet nog niet precies welke. En eentje zo meteen. En dan heb je hier Blind heb je in free. En ik heb nu ook een nieuw t-shirt aan en een nieuwe riem, jongens. Jee, mijn broek zijn te groot. Maar een t-shirt en deze heb ik. Dus die is ook nieuw en deze ook. Ik wacht even hoor, ik ga even. Nu niet. Max? Oh, hij gaat alleen maar. Oké, ik dacht dat hij wel komen krullen. Anders moet hij even wachten. Nou, ik ga het hem even aan, want dat is wel zo leuk. Kijk, van Adidas, een van ook Japans of zo. Ik weet niet of het nog op de achtergrond staat. Maar ik vind hem helemaal leuk. Ik ben er blij mee in ieder geval. En dan gaan we nu verder, want... We beginnen met het trainingspak. Lekker voor thuis, weet je wel. Want deze, al deze trainingspakken zijn gewoon lekker voor thuis. Of als je lekker naar buiten gaat, naar het bos of weet ik veel. Het is heerlijk om aan te hebben natuurlijk. Kijk. Dus met deze broek... Lekker diepe zakken ook, op zich, maar zo. Max, 10 minuutjes terugkomen. En dit, deze trui. Ik ga even het merk inzoomen. Yes. Want het is Destino. Destino. Hebben we kangaroo zakken? Ja! Sorry, ik vind dat zo leuk. Wat kost er nou eens een pak? 10 euro? Ja. We waren bij elkaar 40 euro kwijt, jongen. Voor mij dan, hè. Echt heel weinig. Hier, deze broek. Met dit vest. Ik ben er echt heel blij mee trouwens, jongens. Echt niet doen. Dankjewel, man. Oh, leuk. Deze heeft ook touwtjes. Dat zie ik ook nu pas. In de achterkant staat er nog wat? Nee. Nee. Nou, ik ben er echt heel blij mee. En mijn moeder heeft ook nog een trui gekocht. Deze toch? Ja. Lekker groot. Wacht, ik ga het hem aantrekken, oké? Okay? Hij stinkt alleen nog naar nieuw. Maar nou ja, dat heb je altijd, hè, met nieuwe kleren. Dat staat je goed. Ja, hè? Niet te groot voor jou. Nee. Sorry. Oh. Wil ik gelijk een foto voor de tent nemen? Ja, ja. Dat wil ik wel doen. Wacht, ik moet even. Wacht, ik moet even dat alleen mijn neus ziet, weet je? Dat is wel grappig. Dan moet ik even hier een strikje in leggen. Oh.
Ja, maakt niet uit. Yes. Nou, dat is dus mijn mooie truiavontuur. Trek anders nog eventjes shirt aan van je dingen. Dan doe ik wel even de camera uit. Ja, hé hey, jongens, staat. Even over horse event. Spreek me gewoon aan. Hè. Wees niet bang. Ik eet je niet op. Ik zorg dat ik goed heb ontbeten. Dus spreek me aan. Dat vind ik leuk. Ga op de foto. Wil een handtekening. Dat vind ik alleen maar gezellig. Tot zo. Nou jongens, zo ben ik dus vandaag te herkennen. Want het is voor jullie natuurlijk nu al zondag. Voor mij is het nog zaterdag. Zo ben ik dus te herkennen in dit shirt. Wel andere broek, maar dit shirt in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Je wordt net gaan inzoomen, toen draaide ik op. Dat is mooi. Perfect. En ja, vandaag doe ik... ik heb maar voor de veiligheid voor de zwarte gekozen. Want ja, ik heb die witte zo weer vies gemaakt. Vooral daar, dus ja. Dus zo meteen gaan we naar de verf van Chiara. Maar dat zien jullie ergens anders in een andere vlog nog wel. En ik wou eerst eens een ander shirt aan doen die ik van jullie niet aan heb gekregen. Ah ja, ik heb ze weer wat opgemorst, dus die zit nu in de was. Jongens, ik moest vaak. Ik kan echt niet mijn kleren omgaan. En nu ga ik dus dit aantrekken. Dus helemaal mooi. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal mijn kanaal en kijk echt op die website of ga naar die winkel. En wees alsjeblieft snel, want het is bijna uitverkocht. Tot morgen. Joehoe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. Of omlaag, wat je zelf leuk vindt. En jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!